Hoi jongens en meisjes, we gaan taalles 7 maken. Het is vandaag maandag 6 april. Voor je neem je paarse boek, bladzijde 123. Les 7. Kijk maar mee. Een strandtafereel met een zandkasteel. Eerst ga ik het stuk bij het oranje pijltje altijd goed lezen. Daar staat de uitleg. Maak de zinnen af met 2 woorden. Kies voor het eerste woord in de zin uit de volgende woorden. Katoen, blik, zand, staal, klei en koper. Sommige van deze woorden moet je meerdere keren gebruiken. Het tweede woord in de zin bedenk je zelf. Schrijf de hele zin op. Bij zin 1. Op het strand maak je een kasteel van... Dat is een... Ik heb hem opgeschreven. Kijk maar de woorden waaruit ik moet kiezen. Katoen, blik, zand, staal, klei en koper. En daar staat mijn zin 1. Op het strand maak je een kasteel van zand. Dat is een zandkasteel. We gaan naar zin 2. Die draad moet zo stevig zijn als puntje, puntje, puntje. Daarom is het een puntje, puntje, puntje. Even kijken. Zo stevig als karton? Nee. Blik ook niet. Zand ook niet. Staal. Ik denk dat die goed is. Bij 2. Die draad moet zo stevig zijn als staal. Daarom is het een staaldraad. Deze oefening heeft 10 zinnen, dus je gaat ze helemaal schrijven. Als je klaar bent, kan je ze nakijken. Veel succes!